Cor verzet zich met hand en tand tegen de emancipatiegolf uit het verderfelijke Westen. Terwijl de overgeëmancipeerde Belinda in Nederland zich juist op het mysterieuze Oosten richt. Om zich weer vrouw te voelen. Vandaag gaat ze naar de klas van Kautar om de godinnendans te doen. Dus u bent de vrouw die Belinda zich weer vrouw heeft laten voelen in het Nederlands bedrijfsleven? Zo'n kracht heb ik niet, maar in principe, ik inspireer vrouwen om hun vrouwelijkheid te durven gebruiken in het bedrijfsleven. En ook om hun vrouwelijkheid letterlijk te zien als een kapitaal. En voor dat gebruik ik eigenlijk de oudste vrouwelijk ritueel ter wereld. Het heet in het Arabisch Raqsat al-Ilaha, dans van de godinnen. Want waar komt u vandaan oorspronkelijk? Ik ben Tunesisch. Maar je verwacht niet dat een Arabische cultuur bijdraagt aan de bevrijding van vrouwen in het Nederlands bedrijfsleven? Wacht maar. You will see they are moving. Wacht maar. Kautar gebruikt een eeuwenoude Arabische dans om de Hollandse carrièrevrouwen los te schudden. Als iedereen een beetje is ingedanst, is het tijd voor een praktische carrière-tip. Hallo, we gaan beginnen. Naar voren, dames. Als je op jouw werk bent en dan zit je in een gewoon rotte vergadering en je wordt helemaal gek en je weet niet meer wat je moet doen. Dan zeg je, excusez-moi, ik ga naar de toilet. Ta-ta-ta-ta-ta, ga je naar buiten. En dan ga je dit doen. En dan op een gegeven moment ga je, om terug centered te zijn, bekkenbodemspieren open en close. En open, bekkenbodemspieren en close. En open en close. En je doet dat voor minimum 4 à 5 minuten. En I can guarantee you it works. En dan ga je terug helemaal relaxed naar de vergaderingtafel. Alors, zo, de bekkenbodemspieren. De belangrijkste, hier heb je vagina en de anus. En het idee is om dit te kunnen aanspannen en ontspannen. En dan wordt het als een hangmat. Gaat het omhoog of omlaag? Omhoog en omlaag. Aanspannen, ontspannen. Met de bekkenbodemspieren aanspannen, ontspannen. Aanspannen, ontspannen. Belinda had echt de neiging om zich als man te gedragen op de werkvloer. Ja. Om mannelijke kleding te dragen. Ja, het is mannelijke kleding, mannelijke gedrag. Alleen vanuit mijn brein, niet mijn emoties laten zien, niet mijn lijf gebruiken. En dat is wat vrouwen denken. En ook, dat is ten eerste, heel veel mannen misschien geloven dat. Maar ook de generation feministen, die heeft ontzettend mooie dingen gedaan. Met liberation of the brain. Maar het lichaam blijft achter. En nu, ik denk, we zijn nu 2013. Lichaam van vrouw mag wel bestaan worden. En op een andere manier gebruikt worden. Niet alleen maar in porno-industrie. En niet maar alleen in reclame. Of niet alleen maar om dingen te verkopen. Ook dat vrouwen zichzelf hun kapitaal gebruiken op een werkvloer. En open the genitals. En close. En open, en close, en open, close, close, en open, open, close, en close, en open, open, close, en close, en open, open, close, en close, open, 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 close, en close. I open the genitals, I close. I open, close, and open, close. Keep close, close. And don't forget to smile. Smile. Je sprak net de hele tijd over het openen en het sluiten van de genitaliën. Ja. waarom moet dat? De dans, het feminine capital, gebruikt dus als bemiddelde goddess dance, dans van de godin, Raqsat al-Ilaha. En die andere Arabische naam, Raqsat al-Mut'a, dans van genot. Omdat het is voor jouw eigen genot als vrouw, omdat die erotiek is los van de sexual practice. Maar is... hoe helpt je dit in het bedrijfsleven? To go back, om terug te gaan naar jouw center. Omdat het idee, vrouwen, we opereren te veel van hier. En een van de shortcuts om naar beneden te gaan is met die bekkenbodemspieren. Op het moment dat je dat activeert, ga je zitten in jouw buik. En letterlijk in jouw onderbuik. Dus ga je ook beter voelen. Dus als je beslissingen neemt, zijn ze meer in alignment met alles.
Voelen met je onderbuik. Alleen zo kun je als vrouw staande houden in een wereld die nog steeds gedomineerd wordt door mannen. You need patience. You want to change the system? You need a lot of patience. Het is een patriarchale systeem die meer dan 4000 jaar oud is. Om dat te veranderen in 100 jaar gaat dat niet lukken. But we are doing our best. Het patriarchale systeem verandert.